In Nederland leven prachtige dieren in de natuur. Nou, we gaan in dit filmpje eens op zoek naar reptielen. En daarvoor neem ik jullie mee het bos in. En we gaan een stukje op de heide kijken. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat we allemaal gaan vinden. Dus we gaan eens even kijken. Ik ben in een gebied dat in het noorden van de Veluwe ligt. En we gaan zo meteen op de heide kijken, maar ik start eventjes hier op dit hele mooie bospad. En daar gaan we eerst op zoek naar de hazelworm. En de hazelworm is een pootloze hagedis. En met een beetje geluk komen we er eentje tegen. En als we dat doen, dan vertel ik jullie er meer over. Nou, de tactiek van vandaag is eigenlijk vrij simpel. Want ik heb hier geen vergunning om van de paden af te mogen. En ik mag ze hier ook niet oppakken. Dus we lopen gewoon over het pad heen. En hopen dat er één over het pad heen kruipt. En daar moeten we gewoon een beetje geluk bij hebben. Ik heb ongeveer anderhalf uur de tijd. Dat is niet zo heel lang. En ja, meer kunnen we eigenlijk niet doen. Ik kijk wel goed natuurlijk naar de zijkanten. Kijken of ik daar misschien eentje zie liggen of zie kruipen. Maar tot nu toe nog niks. Ik ben nu ongeveer 10 minuutjes bezig. En ik hou jullie op de hoogte. Ja, je kan natuurlijk wel een beetje op zoek gaan. Hier ligt bijvoorbeeld een stukje dood hout. En als het echt lekker warm is, als ze zijn opgewarmd, dan kunnen ze zich nog wel eens verstoppen daaronder. Dus laten we kijken of we wat vinden. Een mierennest heeft hier gewoon, zit hier gewoon onder. Nou, in ieder geval geen hazelworm. Maar ja, we gaan ook wel wat dingetjes omdraaien om te kijken wat eronder zit. Ja, belangrijk, als je iets hebt weggerold of iets hebt opgepakt, leg het dan weer op dezelfde plek terug. Want het kan natuurlijk een schuilplek zijn voor een bepaald dier. Dus we willen alles zo min mogelijk verstoren. Ik weet niet of jullie het zien. Ja, nou ja, dat is dus geen hazelworm, maar een rode regenworm. Niet waar we naar op zoek zijn. Want de hazelworm is een pootloze hagedis. Ja, en dit is gewoon een wormachtige. Nou, weer netjes alles op zijn plek leggen. En we gaan door. Check deze grote mierenhoop. Niet normaal hoe groot. Ik ga niet te dichtbij, straks gaan ze hem allemaal bijten. Kijk dan. Wat een joekel. En dan denk je van, ja, daar ligt er een. Maar, kijk, dat zijn dan van die glimmende takjes. En die kunnen je soms mooi voor de gek houden. Tot nu toe, half uurtje onderweg. En nog geen hazelworm. Dus we vervolgen gewoon onze zoektocht. Even een tip als je zelf op zoek wil gaan. Neem drinken mee. Want dat ben ik dus vergeten. Nou weet ik een hele handige manier om aan water te komen. Als je de mest van wat voor dier dan ook uitknijpt, dan komt daar vaak vocht uit. Maar goed, zo gek ben ik niet. Ik wacht wel eventjes. Dan ga je maar even voor hem kijken. Oh, wel een hele vette duizendpoot. Wisten jullie trouwens dat deze dingen ook giftig zijn? Niet heel erg giftig, maar... Alle duizendpoten zijn giftig voor zover ik weet. Nou, hier verderop ligt nog zo'n mooie stronk. Daar zo, gaan we ook even checken. Misschien de spinnetjes er al overheen kruipen. Ja, even kijken of er ook wat moois onder zit. Een mooie kever. Maar een kever is nog geen hazelworm. Sowieso tof, hè, om dit soort dingetjes allemaal om te draaien zo langs de berm. Je ziet mieren, nou, net een duizendpoot, soms een miljoenpoot. Allerlei gave beestjes die daaronder leven. Nou, komen we alweer bijna bij de heide. Tot zover nog niks gevonden. Wel jammer, maar dat heb je natuurlijk. Hè. Als je het veld in gaat, je weet nooit wat je gaat vinden. Je moet ook gewoon een beetje geluk hebben. Zeker in Nederland. Ik heb Amerikaanse YouTubers, moet je maar eens opzoeken. Ja, die draaien een steen om of een tak en die komen gelijk een aantal hagedissen, slangen, salamanders tegen. Nou, in Nederland moeten wij het doen met wat minder soorten dan daar. En daarom is de kans dat je wat tegenkomt ook wat minder groot.
Maar goed, het is natuurlijk altijd wel mooi. Moet kijken hoe mooi. Het is ook heerlijk. Het is lekker weer. Het is nu zo'n 22 graden. Ja, het zou af en toe bewolkt zijn, maar dat, nou, zoals je ziet, de lucht is bijna strak blauw. En we gaan ook eens eventjes hier langs de kant kijken van de heide. Want misschien dat we daar nog andere reptielen tegenkomen. Oké, jongens, hier bewoog iets. Maar wat dat iets is, weet ik nog niet. Ik hoop dat we het samen kunnen bekijken. Het zou een hagedisje kunnen zijn. Oh, daar gaat hij. Ja, een zandhagedis. Een mannetje. Oh, zagen jullie dat? Ik denk het bijna niet. Hij gaat nog verder. Ik zie hem nog steeds. Mannelijke zandhagedis. Mooie groene kleur had deze. Daarom weet ik ook dat het een mannetje is. Kijk hoor. Waar zit hij nu? Hij zit hier ergens. Kunnen we ook niet te veel storen? Oh, daar gaat hij. Ja, daaronder. Oh, hieronder zit hij. Ik hoop dat dit echt goed te zien is. Als ik het weghaal. Oh. Kom op. Laat jezelf eventjes zien voor de camera. Nou ja, het is in ieder geval een reptiel. Hoop dat jullie wat hebben kunnen zien. Maar nou, het is in ieder geval niet niks. Zandhagedis. Deze zit ietsjes verder weg. Ik hoop dat het hier blijft zitten als ik dichterbij kom. Ik ga alvast even inzoomen. Ook dit is een mannetje. Kijk hoor. Het is echt te hopen dat we hem kunnen zien. Ik zoom heel ver in. Zo. En dan ga ik nu eens even wat dichterbij komen. Hopelijk blijft hij zitten. Dan kan ik jullie laten zien hoe mooi dier dit is. Er is al wat in beweging. Het is prachtig mooi groen. Ah, hij duikt eronder. Dat is jammer. Ik hoop dat jullie hem zagen. Oh, ik zie hem nog. Ik zie hem nog. Ik ga hem niet te veel verstoren. Gaat hij heel erg ingezoomd, maar oh ja, de rest. Wat een prachtig dier. Nog geen 5 meter verder dan net zit hier een zandhagedis. Ook deze is weer lastig te spotten. Een heel kleintje. Oh, het is helemaal geen zandhagedis. Het is een levendbarend hagedis. Ik ging eigenlijk vanuit dat het een zandhagedis was, maar dat is helemaal niet zo. Oh, hij gaat naar daarin. Oh, het is wel een zandhagedis. Sorry, het is gewoon nog een kleintje. Ik hoop dat het te zien is op de camera. Gaat hij. Ja, ook een leuke waarneming. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om eens mee te gaan op zoek naar reptielen. Helaas hebben we weinig gevonden, alleen 3 zandhagedissen, wel hele mooie trouwens. En oh ja, dat is ook nog wel leuk om even te vertellen. De volgende dag liet ik mijn honden uit in een gebiedje hier in de buurt. En toen vond ik nog deze dode zandhagedis. En daar had ik er ook eentje tegengekomen, die bleef gewoon heel mooi zitten. Dus die heb ik ook mooi kunnen filmen. Dus die zal ik ook even, dat beeld, maar zal ik ook even hier toevoegen. Helaas hebben we geen hazelworm gevonden. Die houden jullie nog van me te goed, want daar gaan we gewoon nog een keertje naar op zoek. En vond je dit nou leuk om te zien? Laat het mij dan eventjes weten in de comments. Ik reageer op elke comment die voorbij komt. En abonneer ook even op dit kanaal en dan zie ik jullie volgende week weer.